Corporaties in de regio Den Haag constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met malafide woningbemiddelingsbureaus om zodoende snel aan een sociale huurwoning te komen. Deze bureaus vervalsen onder andere documenten voor de woningzoekende, waarmee een woningzoekende sneller in aanmerking zou komen voor een sociale huurwoning. Deze woningzoekenden betalen echter flinke bedragen voor deze diensten en ja, levert het iets op. Aan de telefoon Jolanda van Loon, directeur Sociale Verhuurders Haaglanden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kunt u eens vertellen hoe deze malafide bureaus te werk gaan? Nou, wat ze in wezen doen is het aanmaken van valse papieren. Wij moeten zeg maar voor de woningtoewijzing checken of mensen bijvoorbeeld het juiste inkomen hebben of de juiste inschrijfduur. En deze bureaus maken eigenlijk papieren na waardoor ze met de valse papieren een toewijzing willen krijgen. En hoeveel betalen mensen aan deze bureaus? Ja, dat weten wij natuurlijk niet precies, maar wij behoren bedragen tussen de 1.500 tot 4.500 euro. Ongelooflijk, dat is dus best wel flink. Ja, dat zijn behoorlijke bedragen. En ja, als dat dan uiteindelijk niet eens zoveel oplevert voor mensen, is dat natuurlijk helemaal een belachelijk hoog bedrag. Nee, super zuur inderdaad. Hoe zijn jullie deze vorm van fraude op het spoor gekomen? Nou, we zagen in eerste instantie dat er formulieren waren die er vreemd uitzagen. En dan moet je denken aan het feit dat er een ander lettertype werd gebruikt. Of dat de bedragen verkeerd opgeteld waren. En zo kwamen we erachter dat die papieren gewoon vervalst waren. En dat het niet de originele waren. Het is misschien een beetje een domme vraag. Maar zijn deze bemiddelingsbureaus nu eigenlijk strafbaar? Want ze zeggen, ja, we bemiddelen alleen maar. Dat mag je altijd wel doen, toch? Ja, ik ben natuurlijk geen jurist, maar het feit dat ze echt papieren vervalsen, dus het zijn officiële documenten bijvoorbeeld die de Belastingdienst verstrekt, daar zetten zij andere bedragen overheen. Dus volgens mij is het valsheid in geschriften en volgens mij is dat dus ook strafbaar. Ja, nu hebben jullie cliënten natuurlijk wel contact met die bemiddelingsbureaus. Zijn ze voor jullie ook bereikbaar? Kunnen jullie ze ook aanspreken op dit soort kwesties? Nou, wij doen dat in principe niet als we zeg maar zien dat het puur om vervalsingen gaat. Dan doen wij direct aangifte, omdat het ook geen bureaus zijn waar je mee in gesprek gaat. Wat wij er tot nu toe over gehoord hebben, heb je het ook echt over criminele bendes die dit soort dingen oppakken. Dus wij gaan daar niet zelf het gesprek mee aan. Op het moment dat het contacten of bureaus zijn die gewoon mensen helpen, en dat zien wij bijvoorbeeld ook wel eens, dat mensen dezelfde contactadressen hebben, dan gaan wij wel het gesprek aan wat ze nou precies onder die hulpverlening verstaan. Ja, werken jullie in deze dan ook samen met partners, bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, om deze praktijken te stoppen? Ja, we hebben zelf ook samengewerkt met de inspectie, omdat die ook achter fraude gevallen kwam. Dat was ook de inspectie heeft ook vorige week natuurlijk de invallen gedaan. En wij schakelen zelf een bureau in wat bestaat uit oud-rechercheurs, waarbij we echt controle uitvoeren. Wat gebeurt er nou precies? En kunnen we daar ook personen aan hangen waardoor we aangifte kunnen doen? Ik kan me zo maar voorstellen dat er hele schrijnende gevallen zijn. Je vertelde het al. Sommige mensen betalen duizenden euro's. Nou, als het je al niets oplevert, dan ben je dat kwijt. Wat kunnen de gevolgen zijn voor mensen? Hebben jullie daar ook voorbeelden van? Ja, nou, wat er in ieder geval gebeurt is op het moment dat wij zien dat mensen valse papieren hebben verstrekt, dan worden ze uitgeschreven. En dat betekent concreet dat ze hun inschrijfduur kwijt zijn. Er is ook wel eens gebeurd dat mensen wel een woning uiteindelijk hebben gehuurd. En dat wij erachter kwamen dat er valse papieren waren overlegd. En die mensen zijn gewoon ontruimd. Dat is nu in twee gevallen gebeurd. Ja, en dan ben je echt alles kwijt, want dan heb je op dat moment ook geen woning meer. En als ze onwetend zijn, dan zeggen ze, ja, maar wij hebben te goede trouw gehandeld. Ja, dat verhaal horen wij natuurlijk ook bij de rechter, dat mensen dat aanvoeren. Maar mensen kunnen natuurlijk zien dat de persoonsgegevens die zij overleggen gewoon niet kloppen met hun situatie. Dus mensen geven valse inkomens op of valse woonadressen op. En eigenlijk mag je ervan uitgaan dat mensen, zeker als ze daar geld voor betalen, weten waar ze mee bezig zijn. Maar ja, natuurlijk is het zuur als je denkt dat je iemand hebt die je helpt en uiteindelijk word je op deze manier bedonderd. Ja, de slachtoffers, zijn dat nou veelal jongeren en studenten of ook oudere mensen uit deze regio? Ja, het zijn niet echt specifieke groepen. We kunnen niet echt zeggen dat er een bepaalde groep het meest last van heeft. Het zijn natuurlijk wel mensen die heel graag snel willen wonen. Dus ja, die in die zin een zekere woningnood voelen. Of mensen die een woning willen hebben waar ze eigenlijk geen recht op hebben op basis van hun inkomen. Die bijvoorbeeld groter willen wonen dan ze zich kunnen veroorloven. Dus het is wel een groep die in ieder geval op korte termijn wil wonen en daar geld voor over heeft.
Ja, nou ja, doelbewust foutieve NAW-gegevens opgeven. Je zegt het al, ja goed, dan weet je gewoon dat je verkeerd bezig bent. Doe dat niet, want dat heeft grote gevolgen. Zijn er nou ook goede, betrouwbare woonbemiddelingbureaus? Of moet je nou eenmaal gewoon op je beurt wachten? Nou ja, het laatste is eigenlijk wel het geval. Ik bedoel, er zijn wel bemiddelingsbureaus, maar dan heb je het meer over bureaus die bijvoorbeeld Poolse arbeiders helpen. Dus dan is het meer in het vertalen en voor hun reageren. Maar ook dat soort bureaus werken gewoon binnen onze systemen en die mensen moeten dan net zo lang wachten. Dan is het meer in de hulpverleningssfeer qua taal dan dat zij zeg maar voor woningen echt kunnen bemiddelen. Want alle verhuringen in Haaglanden gebeuren gewoon via Woon het Haaglanden. En daar kun je geen versnelling in krijgen als je een bemiddelingsbureau inschakelt. Nee, er is ook niet zoiets als bijvoorbeeld een keurmerk voor een goed woonbemiddelingsbureau. Nee. In principe ga je gewoon naar een van de corporaties als je hulp nodig hebt bij het zoeken naar een woning. En in principe is de website ook klantvriendelijk genoeg of gebruiksvriendelijk genoeg voor mensen om zelf op zoek te zijn. En er zijn geen bureaus die een versnelling in het zoekproces kunnen aanbrengen. Ik zeg wel, hooguit met taal kan wel eens geholpen worden. Maar niet met sneller aan een woning komen. Er zijn geen bureaus die dat binnen onze systemen kunnen. Nee. Ja, de situatie is natuurlijk wel nijpend, want mensen betalen niet zomaar duizenden euro's. Ze staan nou eenmaal op die enorme lange wachtlijst. Heb je een beetje een idee, kun je een inschatting geven? Ik weet niet of dat mogelijk is, maar wat de wachttijd momenteel een beetje is voor een huurwoning hier in de regio? Ja, eigenlijk valt dat zeker in de landen gezien wel mee. Gemiddeld moeten mensen 4 jaar wachten. Ongeveer 4 jaar, is iets minder. En dat betekent ook concreet dat er mensen zijn die korter moeten wachten. En natuurlijk als je wat grotere woonwens hebt, bijvoorbeeld naar een eengezinswoning wil verhuizen, dan zul je iets langer moeten wachten. Maar gemiddeld 4 jaar is in Nederland gezien nog best een redelijke termijn. Ja, tenzij je echt op de schopstoel zit, hè, en je wil echt weg. Ja, klopt. Nou, natuurlijk is het zo dat als je morgen wil verhuizen, dat 4 jaar ook een enorme lange tijd is. Ja. Dus ook in die zin willen wij als corporaties ook wel de komende jaren ongeveer 12.000 woningen gaan toevoegen om die woning ook minder hoog te maken. En daarmee hopelijk die wachttijden te verkorten. Ja, want ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik moet wel eens eerlijk zeggen dat ik 4 jaar, dan zeg je, ja, is een redelijk termijn. Dat vind ik best wel, dat is een hele lange situatie als je relatie over is en je wil weg en dan moet je nog 4 jaar wachten. Wat is jullie doelstelling? Hoe lang is voor jullie echt een redelijke termijn? Nou, er is nog wel een verschil tussen mensen die zeg maar starten zijn op de woningmarkt. Dus zeg maar die nog bij hun ouders wonen. Daarvan is die wachttijd van 4 jaar best reëel. En de meeste mensen schrijven zich ook op hun 18e in. Ja. Als je uit een relatie komt of als je al woont, dan telt de tijd dat je woont al mee als inschrijfduur. Dus stel dat jij 5 jaar met je partner op een adres woont, dan heb je gelijk 5 jaar inschrijfduur op het moment dat je bij ons actief wordt. Tenminste in het geval dat je ook kinderen hebt waardoor je zou moeten verhuizen. En ja, dat betekent gewoon dat je een deel van je woonduur meeneemt. Dus niet iedereen wacht 4 jaar op een woning. Maar sommige mensen wonen al ergens en zoeken dan 4 jaar. Gelukkig is er enig licht aan het einde van de huurtunnel, laat ik het zo maar noemen. Want er ligt een convenant op tafel. Wat omvat dat? Ja, dat betekent in ieder geval dat we met de gemeentes in deze regio hebben afgesproken dat wij 12.000 woningen gaan toevoegen. En dat zou concreet ook echt wel betekenen dat door die nieuwbouw er meer beweging op die woningmarkt komt en dat de wachttijden omlaag zouden moeten gaan. Ja, dus dat is wel echt een enorme toename van de voorraad. Laten we het hopen. Het is een complex verhaal. Mochten mensen meer informatie willen, ik neem aan dat jullie een mooie website hebben waar het een en ander terug te vinden is. Ja, op Woon het Haaglanden kunnen ze in ieder geval contact met ons leggen. Daar zit ook een contactformulier op. En als mensen nog vragen hebben, dan kunnen we op die manier ook hun vragen beantwoorden. Jolanda van Loon, directeur van Sociale Verhuurders Haaglanden. Dankjewel, nog een fijne avond. Ja, zelfde dag. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl.